General Hammond, this is the president. By my command, I am ordering you to federalize the Michigan National Guard. Dus president Kirkman die besluit om het leger te federaliseren. Hallo kijkers van Harme Frodo. En leuk dat je kijkt naar de 16e aflevering van Frodo Reageert. Waarin we weer gaan reageren, ditmaal op twee hele toffe clippies uit Designated Survivor. Een van mijn lievelingsseries trouwens. En de vraag is natuurlijk, weten jullie nog wat er in de vorige aflevering gebeurd is? En dat kunnen jullie even zien in deze flashback. En dan loopt hij naar het raam toe. En dan doet hij het zo open. En dan zie je zo die boom. Dat hele gebouw opgeblazen is. Oké, in deze aflevering heeft onze designated survivor, Tom Kirkman, heeft een heel ander probleem. Want hij is designated survivor omdat de president, die is overleden en hij was aangewezen als degene die president zou worden als het hele congres en alles werd opgeblazen. Het werd allemaal opgeblazen, dus hij werd president. Korte versie. Maar er zijn natuurlijk allemaal mensen die denken van, hé, maar wij hebben nooit op hem gestemd. Dus eigenlijk is hij helemaal niet onze president. En één daarvan is één van de gouverneurs van de staten. En dat is Governor Royce. En die houdt zich eigenlijk totaal niet aan de afspraken van president Kirkman. Door zomaar mensen te gaan oppakken waarvan hij denkt dat ze schuldig zijn voor het plegen van bomaanslagen zonder dat hij daar bewijs voor heeft en dat soort dingen. En daarom stuurt president Kirkman zijn persoonlijke raadgeefster Emily Rhodes erheen om daar een beetje controle te houden op die staat. Governor Royce erkent alleen helemaal niet dat Kirkman ook zijn president is. Dus die wil ook helemaal niet dat die lastige raadgeefster allemaal toezicht gaat houden op zijn staat. Dus die blokkeert de hele weg vanaf het vliegtuig met een paar van zijn politiewagens om te laten zien van kijk, je bent hier helemaal niet welkom, ga maar weer snel terug naar Washington. En hier zie je dan hoe Emily Rhodes ook denkt van, oh, nou, dat was wel even anders aankomen dan wat ik echt verwacht had, hoe we zouden aankomen. En dan zegt ze, zo, dit is een goed welkomstcomité. Governor Royce, this is quite the welcome committee. Maar het is natuurlijk voor iedereen duidelijk dat Royce hier niet met al zijn mannetjes staat om haar eens even goed welkom te heten. En Emily Rhodes zit daar een beetje stoer te doen, maar het is natuurlijk zo, de staat is van die gouverneur. En als de staat van een gouverneur is, kan je niet zomaar zeggen van, ja, ik trek me niks aan van wat jij zegt, want die gouverneur staat wel onder de president, maar die is wel daarboven een van de machtigste personen, die dus wel het leger in die staat aanstuurt en de politie in die staat aanstuurt en zo. Dus het is al meteen een gevaarlijke situatie. En omdat Governor Royce dus zij niet toegeeft aan dat Emily Rhodes daar is, moet Kirkman natuurlijk iets doen om te zorgen dat er wel naar hem geluisterd wordt. I got enough to worry about without you people interfering. Well, I'm sorry, sir, but that's not really a decision for you to make. I'm here by orders of the president. Want je kan natuurlijk niet zomaar als gouverneur zeggen, ja, maar ik heb helemaal niks met de president, dus ik maak zelf wel uit hoe ik hier alles aan het besturen ben. Dus president Kirkman die besluit om het leger te federaliseren. General Hammond, this is the president. By my command, I am ordering you to federalize the Michigan National Guard. En dat is natuurlijk een lastig begrip, ik zal het even uitleggen. Het leger is natuurlijk van Amerika. En de belangrijkste man in Amerika is de president. Dus al het leger staat onder de president. Maar onder de presidenten heb je ook nog de 50 gouverneurs van alle staten. En alle staten hebben samen allemaal hun eigen leger. En dat leger samen vormt het leger onder de leiding van de president. Maar als een president het leger federaliseert, dan zegt hij dus eigenlijk tegen de commander in een bepaalde staat van het leger, zegt hij dan, je hoeft vanaf nu niet meer te luisteren naar de gouverneur, want nu ben je dus eigenlijk van mij. Dus nu ben je mijn leger en moet je je tegen die gouverneur keren. Dat is bijvoorbeeld als een paar gouverneurs samen zeggen, wij beginnen samen een opstand. Dan kan hij dus zeggen van, ik federalize the army, dus jullie hebben geen leger meer, dus opstand weg. Oh,
En dan zie je hier al die wagens, een soort panzerwagens zie je hier binnenkomen. En denk je, oh, gelukkig, daar zijn zij ook. Alles komt alsnog goed. En dan zie je hier de grote commander van dat leger in die staat. En die loopt even naar Emily Rhodes toe. Mr. President, Miss Rhodes is on the phone for you. Thank you. Em? Yes, I'm walking to meet Munoz now. Would you like to speak with him? Yes, please, put him on the line. General, Emily Rhodes, special advisor to the president. I have President Kirkland for you. En hier denk je eigenlijk, eind goed, al goed. Ze ontmoeten elkaar, alles weer vrij, maar niks is minder waar. En dan zegt dus eigenlijk dat generaaltje van, jij bent niet onze leider tegen de president. This is General Munoz. General, I wanted to thank you for taking... Excuse me, Mr. Kirkman, but as the commanding officer of the Michigan National Guard, it is my duty to inform you we refuse the order to federalize. You can't do that. Wij reageren gewoon onder de gouverneur en het leger kan u niet federaliseren. The president has a the right... The Michigan State Guard stands behind its true commander-in-chief, Governor James Royce. Want wij geven gewoon niet toe, dus wij blijven het leger van de gouverneur. En dat is een van de, een beetje de ergste dingen die je ongeveer in Amerika kan doen als je zo'n commander bent. Want je hebt trouw gezworen aan de president en dat soort dingen. Dus best wel een vage einde. Mochten jullie willen weten hoe het afloopt, of mochten jullie weten dat ik op meer clipjes ga reageren van Designated Survivor, laat het dan zeker weten. Hebben jullie nog series waarop jullie willen dat ik ga reageren? Laat dat dan ook zeker weten in de comments. Dan kan ik daar ook op gaan reageren. Ik zou bijvoorbeeld kunnen gaan reageren op de serie Homeland. Dat heeft ook nog 8 seizoenen. Dus misschien vinden jullie het leuk als ik daar ook op ga reageren. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij de volgende video. Tot ziens, tot later. Unbelievable.